deze nieuwe video van Bolstar. Vandaag gaat het gebeuren. We gaan onze strijkijzer halen. Het weer valt nog redelijk mee. Ik weet eigenlijk nog altijd niet of het een grote doos gaat zijn, een kleine doos, maar ik denk eerder een heel grote doos. Normaal zal het thuis geleverd worden, maar op een of andere manier wordt alles wat ik bestel geleverd in een afvalpunt. Dus dan gaan we maar naar daar om het te gaan halen. Let's go. Het weer is weer al slecht. Weer al regen. Voor de verandering. Niks aan te doen, maar het is allemaal natuurlijk altijd maar regen te regen. Dus, gelukkig is het zomer zo, ja, wat spelen in het zwembad en zo'n ding allemaal. Maar het zit er niet in, dus ik wil niks aan veranderen. Van. Zo'n groene pak staat daar nog. Dus daarmee dan maar een regenjas aangedaan. Dus kunnen we nu zo naar de winkel gaan. Ik ben niet benieuwd eigenlijk. Hoe dat het eruit, ik weet al wel hoe dat het eruit ziet en zo van die dingen allemaal, maar welke kleur het gaat zijn weet ik niet. Dus het was speciaal. Dan moeten we ook nog binnenkort gefrituurd water halen. Zijn oma om daar zeker in te doen. Dat is beter voor het strijkijzer. Ik hoop dat de doos niet te nat wordt met dit weer, maar we kunnen niet anders. Ik heb geen keus natuurlijk. Chance dat ik een regenjas gekocht heb een paar maanden geleden voor vakantie. Ik heb ook een regenbroek, maar die heb ik vandaag niet aangedaan, omdat het nog wel, ja, de temperaturen zijn niet echt koud. Dus dan valt dat wel mee eigenlijk. Hè. We gaan helemaal naar daar wandelen. Dus, helemaal naar daar. En dan zo naar shopping. Tussen de bomen valt het eigenlijk nog wel mee eigenlijk van de regen. Ik denk dat de bomen dat ook wel een beetje tegenhouden, de regen. Dat valt op zich wel mee, moet ik eerlijk zeggen. Dus, want wij lopen nu hier. En eigenlijk valt het wel mee. Ook van modder en alles. Op zich dus. Ja. Wel leuk. Natuurlijk, dan loop je ook wel steeds in de natuur. En het is korter om naar het shopping te gaan, maar de beestjes zijn er niet. Spijtig. Dus, voilà. Hier valt het wel mee tussen de bomen. Dus ik niet val over stokken, want er ligt er heel veel. En dat ik daar niet over val, natuurlijk. Maar op zich, hier kan ik wel lopen, dus dat is ook al een voordeel. Dan heb je toch geen regen op je kop. Dus als we straks naar huis gaan, weten we dat we deze kant kunnen gaan. En dat we toch iets van regen minder gaan hebben. Voor de natuur is het natuurlijk goed. Daar niet van, maar... Ik ben eens benieuwd met de ballon op. Dat je nog altijd weet, de tweede doe ik mee met de derde. 3 september doe ik mee met de ballon op. En iedereen is welkom om te komen kijken. Dus ik wil zeggen, kom massaal af. We zijn al op de parking. Het shopping hier binnen mogen we niet filmen. Dus kunnen we geen beelden maken. Maar het is dat je het weet, dat ik hier buiten ben. Laat ik je zien wat ik ben gaan halen en ook als ik thuis ben. Dus we zijn er bijna. Dus daar is het eigenlijk waar we moeten zijn. Dus dan zijn we er bijna en dan gaan we alles halen wat we moeten hebben. Dus hier lopen we dan met de doos in de handen.
Dat is het huis. Hij is eigenlijk ook niet echt redelijk groot, valt nog mee. Je kunt hem eigenlijk in boem met één arm dragen als je dat wilt. En dan heb ik ook nog het water mee, dat in het strijkijzer moet. Een euro en zoveel voor geconcentreerd water, dus dat viel eigenlijk ook wel zich mee. Zelfs nu naar de begeleiding bellen, want er waren wel problemen met dat test dat ik moest hebben of zoiets. Maar ik heb dat ook allemaal laten noteren, dus dat gaan we straks doen. Dus jullie zien me straks thuis. Dus we zijn echt wel aan het sleuren met de doos. Dat is niet normaal. Dus ja, het is toch wel wat een gewicht, om eerlijk te zijn. Dus ook omdat de verpakking wordt een beetje nat en dat is een beetje sukkelen, maar dit blijft wel goed hangen, dat is wel een voordeel. Maar ja, het komt allemaal wel in orde. Daar kun je de spieren van, zeggen ze dan. Dus ja. Dus dat komt helemaal in orde. We zijn bijna thuis. We lopen ondertussen hier al, dus we zijn bijna thuis. En dan is het wachten tot de eerste hem gaan gebruiken. Hè. Dus dit is de doos. En dit is wat in de uitleg ook natuurlijk. De briefjes. En we gaan dat er nu eens even uithalen. Zodat dat, zodat je dat een beetje kan zien wat er precies in zit. Dat is ook al belangrijk natuurlijk. Dat zijn de briefjes en alles. Upsakee. De doosje mag weg. Nee, ik wil wel de water, maar ik bedoel, de doosje mag weg. Ik doe het niet. Ja. Dit is het strijkijzer. Dit is heel goed verpakt en zo. Kijk eens hoe schoon strijkijzer. Mooie kleur. Was ook wel een beetje in mijn broek weer. Dit is het bakje waar het strijkijzer eigenlijk op gaat. En ook waar ook het water en zo in gaat. Dus hier doe je dan water in. En dan kan je nog makkelijk vullen. En hier zet je strijkijzer op. Hup, voilà. Strijkijzer er mooi op. En dan kan je dit indrukken, stond erop, en dan zou die normaal gezien niet kunnen vallen. Maar dan moeten we nog een beetje leren natuurlijk. Hè. Dus dan moeten we nog een beetje leren allemaal. Maar dat komt allemaal wel in orde. Het belangrijkste is nu dat we dit eigenlijk allemaal hebben. En dat we eindelijk goed kunnen strijken. Dus we zijn wel heel blij. Waarom zo'n strijkijzer? Ik zal u laten zien hoe dat met de vorige strijkijzer aan de hand was. Dit was helemaal nieuwe property krijgen. En we hebben dan besloten, omdat het eraf kon, om een nieuw strijkijzer te creëren. En een nieuwe strijkijzer te halen. Want strijken is toch wel heel belangrijk voor de kleren. Dus deze gaat weg. En deze... Die wordt onze gloednieuwe, niet gesponsord trouwens, zelf betaald en alles. En dit is het water dat je in de strijkijzer moet doen